Van robots en drones tot Internet of Things. In de stad komt technologie in alle heftigheid samen. Maar wat betekent dit voor ons als overheid? De MOOC, Stedelijke Innovatie door Technologie, biedt inspirerende inzichten in hoe technologie onze manier van werken, leren en leven verandert. Wat zijn bijvoorbeeld de ervaringen van de eerste Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam? Startups helpen ons op een andere manier te werken door te testen, te oefenen, iets nieuws te doen, te falen en het beter te doen. En hoe gaan we om met technologische innovatie? We houden elkaar, als het gaat over de digitalisering van de overheid, min of meer in gijzeling. Onze waarden veranderen voortdurend onder invloed van technologie. Het is dan ook essentieel dat er geen taboes ontstaan, waardoor er geen discussie meer mogelijk is. Dat we als overheid moeten veranderen, staat buiten kijf. Als we op een oudere manier zijn georganiseerd, ook bij de overheid, dan leidt het tot allerlei crises. Dus de vraag is, hoe kun je antwoord geven aan die radicale andere omgeving? Maar hoe bedenk je oplossingen voor de vraagstukken van morgen? We krijgen een kijkje achter de schermen van FutureGov in de praktijk. En heb jij zelf vragen? Deel ze of stel ze tijdens het afsluitende interview met de DG van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Laat je inspireren en ga naar onze vernieuwde site op omooc.nl en volg vanaf 29 september de MOOC Stedelijke Innovatie door Technologie.